Bij de demonstratie van Pegida in Den Haag zijn zondagmiddag in totaal 54 tegendemonstranten aangehouden. Daarbij heeft de politie ook illegaal zwaar vuurwerk in beslag genomen. Aan het begin van de middag verzamelden zich groepjes tegendemonstranten langs de route die de Pegida-demonstratie zou volgen. De tegendemonstranten wilden de Pegida-demonstratie verstoren. De politie begeleidt de actievoerders naar plein 1813. Deze plek was door de burgemeester aangewezen als de locatie voor de tegendemonstraties. Rond 1 uur hield de politie op het Spuiplein een 48-jarige man uit Stappers aan wegens een dreigende wanordelijkheden. Nadat een melding binnenkwam dat enkele tegendemonstranten zich ophielden in 2 fastfoodrestaurants nabij het Spuiplein, kwam de politie opnieuw in actie. De tegendemonstranten zouden vuurwerk bij zich hebben. De politie hield op straat een groot aantal tegendemonstranten aan en trof in 1 van de fastfoodrestaurants illegaal zwaar vuurwerk aan en duct tape. Langs de route hield de politie nog een 10-tal tegendemonstranten aan omdat ze de Pegida-demonstratie dreigden te verstoren. Door de aanhoudingen en het veiligstellen van het zwaar vuurwerk verliep de demonstratie van Pegida volgens de politie verder zonder grote ordeverstoringen. De politie doet nog verder onderzoek naar het aangetroffen illegale vuurwerk. Door de demonstratie was het HTM-verkeer tijdelijk gestremd.